Eigenlijk wouden wij in februari al gaan, hoor. Maar ja, dan is het daar zo vochtig. En op internet zeggen ze dat het wel goed te doen is. Maar we hebben maar een weekje. En ik wil gewoon even op dat strand gaan liggen. En oké, ja. Eigenlijk zouden wij moeten bergen beklimmen en kerken moeten bezoeken. Of nee, dat zijn moskeeën daar zeker. Oké, vast, mooi. Maar ik wil uiteindelijk gewoon 5 dagen verlost zijn van dat geluid, snap je? Elke fucking e-mail die ik binnenkrijg. Pring, pring. Echt waar, jongen. Ik hoor dat geluid zelfs als er geen e-mail binnenkomt. Dat zit dus letterlijk, hè, in mijn onderbewustzijn geprogrammeerd. Ik krijg e-mails van mijn onderbewuste. Kun je even komen misschien? Ja. Nu? Ja. Ja. Ja, je weet waarschijnlijk wel waar ik het over wil hebben, hè? Rapport, Veldman, het Veldman-rapport. Ja, Veldman-rapport, ja. Hoe staat het daarmee? Goed. Ah, goed. Ja, de grote vooruitgang. Uitstekend, tussenvoort. Ja. En ze is 2 jaar geleden afgestudeerd, hè? Meester na meester zelfs. Ja. En ze is een jaar jonger dan ik, hè? Dus ja, ik snap wel dat ze het vervelend vindt om voor mij te komen werken. Maar ondertussen mag haar moeder wel voor haar een hipster appartement betalen aan het Zuid. Ja, maar ik zou niet graag voor u komen werken, hè. En schat, is dat niet een idee voor jullie? Een assistent? Hè? Het is een beetje stressen, hè, de laatste tijd. Ah, dat is... Oei. Ik zie... Ik zie dat jij over 2 weken promotie maakt. Hallo. Ja, met mij. Hey. Kun jij mij even doorverbinden met de junior account manager? Ja, natuurlijk. Doe ik. Dank u. Vertel eens over uw idee. Maar nee. Hij gaat een bedrijf oprichten. Dat staat nog niet vast, hè? Jawel. Nee, dus ik denk dat we hier een stijgende lijn hebben. Ah ja. Dat de RVZ. Dus, kijk, ik denk dat het 33 moet. Ja, voilà, kijk, het is een stijgende lijn. Ja. Zoiets, ja. Ja. En dan de andere kant natuurlijk ook. Dus,
20 keer kopiëren, kom. Dus ik zeg tegen hem... Kijk, ja... Oftewel... Ga jij nu je bakken zouden? Oftewel... Bol het af, maar... Of doe je allebei? Ik kom niet meer. Hoe, ik kom niet meer? Nou, dat hadden we wel eerder kunnen zeggen. Alles is voorbereid. Ik heb het niet over vanavond. Dus ja, je snapt wel waarom ik op mezelf wil gaan, ja, een bedrijf wil gaan beginnen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ja, jullie hebben het ook gedaan en dat gaat gewoon goed.